We zijn de fundamenten als ornamenten gaan beschouwen. Dat zei Ramzi Nasser bijna een jaar geleden in Buitenhof tijdens de eerste lockdown. Hij hield hier een vlammend betoog over wat van waarde is en wat verontachtzaam wordt. Bijvoorbeeld de kunsten, het onderwijs en de zorg. Een scherpe oproep aan de politiek om een einde te maken aan het rendementsdenken. En uit dat Buitenhofgesprek kwam dit boek voort, De Fundamenten. En Ramzi Nasser is hier, welkom. Dank. Hoe heb je geluisterd naar je collega-auteur trouwens, Larekhuel? Uh, ja, uh, grote bewondering voor je moed. En ook heel eloquent gewoon het probleem schetsen. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar ik wil het graag lezen. Goed, we gaan het over jouw boek hebben. Uh, want het was een fascinerend gesprek dat we bijna een jaar geleden hier hadden. Wat gebeurde er na die uitzending? Uh, ja, krank, krankzinnig veel reacties. Dus het, uh... Ja, niet te geloven. Heel veel positieve reacties van mensen die kennelijk hetzelfde ervoeren. Laten we even kijken naar een fragmentje toen, uit het gesprek. Ik denk dat uh, het RIVM, afgezien van epidemiologen, modelleurs, sociologen en wiskundigen... ook een kunstenaar, een scenario-schrijver, een romanschrijver zou kunnen betrekken daarbij als aanvulling... omdat wij niks anders doen dan de hele tijd ondenkbare scenario's uitdiepen... Rauwse, je had het er toen eigenlijk over dat het goed zou zijn om iemand zoals jij aan tafel te hebben bij uh, het beheersbaar maken van de coronacrisis. Nou, eigenlijk ging het me juist niet om mezelf. Weet ik. Het ging om wat ik hier net zeg. Scenaristen, romanschrijvers doen iets wat in die Buitenhof-uitzending werd. Dat, uh, hadden jullie een citaat van uh, Macron? Het ondenkbare denkbaar maken. Dat is wat nu moet gebeuren. Dat zei Macron een jaar geleden in verband met de corona. Crisis. En ik dacht, als scenaristen nu dat constant doen, van nature, 100%, 100 van de dag met hun werk bezig zijn met het uitde, uitdiepen van nog niet bestaande scenario's, dan kun je ze daarbij betrekken. Dan kun je romanschrijvers daarbij betrekken. Het is goed om niet alleen maar, nou ja, modelleurs en epidemiologen en virologen daarbij te betrekken, maar het gaat om hoe gaan we onze maatschappij inrichten. Ja. En we zijn nu een jaar verder. We hadden nooit verwacht dat we hier nu. Nog altijd in die situatie zouden zitten. Precies. Je zei er werd heel veel op gereageerd. Werd er ook gereageerd door mensen die jou uitnodigden, misschien aan de politieke, de bestuurlijke tafel? Uh, ja, er was wel interesse. De, uh, bijvoorbeeld de, de gemeente Amsterdam heeft gevraagd of dat ik uh, werksessies wilde bijwonen. waarbij de, de directeur en hoofden van de verschillende departementen uh, vergaderden over Amsterdam na corona. Hoe gaan we Amsterdam inrichten? Uh, op welke manier. Gaan we om met toeristen, met duurzaamheid, met leefbaarheid? En daarbij werden verschillende scenario's opgesteld. En men was geïnteresseerd in wat vindt een geïnteresseerde buitenstaander ervan? Ik heb ook uh, gesprekken met, uh, uh, nou ja, vanuit het ministerie gevoerd. Uh, ja, met een minister, om gewoon puur... Welke minister was geïnteresseerd? In... Nou, dat, dat doet... Ja, had ik beter niet gezegd. Nee, <laughs> dat doet er niet toe. Luister, het Uit... is duidelijk dat je hier niet zit... Uh, dat je bescheiden wil zijn daarover. Maar ik ja. vind het toch interessant... Hoor. Ik, weet, ik heb zelf begrepen dat de burgemeester van Amsterdam... contact heeft gelegd met Femke Halsema en anderen. En toch interessant dat zo'n oproep van jou hier uh, politieke... Een politieke echo heeft gekregen. Nou, het, het leeft kennelijk. Kennelijk is er een behoefte. En ik denk dat ook uh, Herman Wijfels daarnet zei: er is behoefte aan een nieuwe vorm van politiek. Een nieuwe manier om om te gaan met. Nou ja, om, om deze samenleving in te richten. Wat is er in jouw die... woorden mis met de oude vorm van politiek? Nou, die heeft totaal de, de hele wereld uh, naar de, de vernietiging geholpen. En niet alleen de afgelopen tien jaar onder Rutte. Dit is gewoon het. Het denken vanuit maximalisatie, rendement, oneindige groei, dat is gewoon pertinent tegenstrijdig aan hoe de wereld in elkaar zit. Jij zijn hoe... toen de ornamenten, de fundamenten zijn de ornamenten geworden. Ja. Dat, dat specificeerde je door te zeggen de zorg, het onderwijs, de ja. kunsten. het cultuur, cultuur in bredere zin, ja. ja. En daar, daar is heel lang geen aandacht aan besteed, daar, kon, daar konden we op korten. Na aanleiding van de onder andere de financiële crisis in 2008 werden de uitgerekende dingen waar geen geld uit uh, te halen uh, viel... daar is op gekort, daar is op bezuinigd. Dat heeft men veronachtzaamd. Nu kwamen we in een crisis terecht, corona... waarbij ineens al die zwakkere kanten van de samenleving... Uh, de belangrijkste bleken te zijn. Die begonnen we te missen. Ja. Uh, onderwijs, zorg. Ja. Ja, en, nou ja, daar, uit die... Uh, da, daaruit, eigenlijk uit de vorige Buitenhof-uitzending van een jaar geleden... Ben ik gaan nadenken van ja, je, je kunt wel anderen de maat nemen. Van dit, doet, dit gebeurt niet goed, en Rutte doet dat verkeerd, en Wiebes heeft dat gedaan. En maar je moet toch ook proberen de handschoen op te pakken. En dan ja, in het kader van het ondenkbare denkbaar maken, toch proberen na te denken over hoe. hoe, hoe ik denk dat dit een keerpunt is, de, deze crisis. En dat hoor ik van meer mensen. Het werd net ook gememoreerd door, door meneer Wijfels... En als de keerpunt is, dan moeten we dat ook benutten. En wat waarin in dat boek dus heel veel voorbeelden van staan, is dat we op dit moment tegenwerken, op geen enkele manier een radicale omslag maken. Daar zijn we gewoon te bang voor. En ik denk ook dat er een onoprechtheid is vanuit de politiek. Waar blijkt dat uit? Dat blijkt uit alles wat je in de krant leest. Ik ben geen genie. Ik bedoel dit, dit lees je gewoon in de krant. Je leest bijvoorbeeld: we moeten. Onoprecht is zeggen, we moeten een omslag maken. We zijn bezig met die transitie, maar het moet wel te doen blijven, jongens. Maar dan lees je, 4,5 miljard gaat naar, nog altijd naar de investering uh, als subsidie naar fossiele brandstoffen. 4,5 miljard gaat ook als subsidie naar het, uh, het CO2-gehalte omlaag halen. Dat zijn dus twee dingen die je qua effect van, tegen elkaar kan wegstrepen. 4,5 miljard, 4,5 miljard, nul. nul resultaat, maar wel 9 miljard weggegooid. Wiebes heeft 2,5 jaar erover gedaan om die cijfers daarmee uh, over de brug te komen. Tot die tijd werd er beweerd dat die subsidie voor de fossiele industrie helemaal niet bestond. Dat is onoprechtheid. Je schrijft in je boek, uh, het zijn essays, uh, een heel mooi moment, vond ik om te lezen. 4 mei 2020, uh, de dode herdenking. Je kijkt op televisie naar een lege dam, daar staat de koning en daar fladderen duiven. Wat doe jij op dat moment? Ja. De... Op dat moment zit je binnen. Dat was het begin van de crisis. Er zijn dus drie essays. Het tweede essay reflecteert op hoe dat was. Ik vind dat moeilijk om te zeggen omdat het zo potsierlijk klinkt. Maar ik zag daar een vo volledig lege dam. Je zag de, uh, de getuigenissen op een scherm van uh, de slachtoffers Holocaust-slachtoffers, van overlevenden. En het wil zette in. En ik had het niet onder controle. Ik stond recht en ik zong mee. En ik weet dat dat belachelijk klinkt. Maar op dat moment zaten we in een belachelijke situatie. En ik voelde dat op dat moment iedereen in zijn eentje in een kamer zat. En op, die moment voelde ik, op dat moment voelde ik een vreemd soort verbondenheid. Hm. En door allemaal versplinterd in je isolement te zitten, een, een virus uit te zitten. Ik, dus ik stond recht en ik zong mee. En dat is natuurlijk sentiment. Maar ik denk dat dat sentiment ook een deel is van onze cultuur. Ik denk dat onze helix van onze samenleving bestaat uit twee componenten, nuchterheid en sentiment. En die draaien om elkaar heen. Die verbondenheid die jij beschrijft, vond ik heel mooi, die is nu totaal veranderd. Ja, dat was dus een, paar daar... maanden al, een paar maanden later was dat al uh, was het weg. om zeep. En daar schrijf je ook over, ik citeer: uh, Wanneer de Nederlander zich in zijn waarde voelt aangetast, verandert nuchterheid in botheid, sentiment in hysterie. En dan komt de oorlog. Ja, nou goed, om het hele, dat is kort door de bocht, maar daar moet je het boek voor lezen. Ik denk dat wij, dat vi, wij willen graag. Er wordt heel vaak vergeleken de, het virus met 40-45. He, het wordt met de oorlog vergeleken, maar dat is gewoon geen goede vergelijking. Want er is geen vijand. Dat virus, je zou zelfs kunnen zeggen dat virus leeft niet eens. Het, 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 het is iets. En dat overvalt ons. Maar er is geen vijand. We hebben offers gebracht in Nederland. Heel veel offers. Maar we zijn geen slachtoffers. Want, als je, want voor een slachtoffer moet je ook een dader hebben. En dat vind ik gevaarlijk. Wij zijn in Nederland sinds het uitbreken van corona en eigenlijk al heel lang daarvoor op zoek naar daders. Iets wordt ons aangedaan. Daar gaan we op zoek naar. Uh, nou ja, naar, dat zie je dus met die protest op het. Uh, uh, het Malieveld en op uh, het, uh, het Museumplein. En de agressie vandaag tegen de agressie, journalisten bij Kerk. Journalisten, wetenschappers ja. en uiteindelijk ook, en daar, daar wordt het gevaarlijk... Um, um, ook bijvoorbeeld Bill Gates, maar ook Joden. George Soros, mm -hmm. filantroop, daar wordt van gezegd... hij is degene die dit allemaal wil. Dat is ernstig. Dat is een opleving van antisemitisme en racisme. En het, 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 het Punt is dat het, niet alleen... het grotere punt dat ik wil maken in het boek is... als we een dader moeten aanwijzen voor deze crisis... dan zijn wij dat zelf. Achter jou zit op het puntje van zijn stoel Henk van Essen mee te luisteren. Wat fascineert u in het betoog van Ramsin Assen? Wat mij fascineert in zijn betoog is dat we geen dader hebben. En het virus in het begin op een vreemde manier verbond ons meer... dat beschrijf jij zo, vertaal ik jouw woorden... meer dan we gedacht hadden. Mm -hmm. En er is ergens een omslagmoment gekomen... en we zijn weer op zoek naar de vijand. En, en, uh, en dat fascineert me in zijn betoog, omdat ik, ik zou het anders verwoorden, maar de boodschap herken ik wel. Ja. Um... Dat, is, dat is waarom ik dat boek wilde schrijven, omdat ik het, omdat ik het oprecht gevaarlijk vind. Uh, ja, ik kan het niet anders uitdrukken. En hopelijk, we moeten een radicale omslag maken. In plaats van anderen te zien als uh, de daders, moeten we toch gaan inzien dat wij... Deze planeet aan het vernietigen zijn en dat wij zelf dat doen. Door middel van een neoliberaal systeem dat altijd ten koste zal gaan van anderen. Het zij andere bevolkingsgroepen die de producten moeten produceren mm -hmm. waar wij van genieten, omdat we ze voor zo weinig mogelijk geld willen hebben. Het zij ten koste van andere volkeren waar de grondstoffen vandaan worden gehaald. Het zij ten koste van dieren. Want het is ongelooflijk wat er in de bio-industrie gebeurt. Ook daar staan etterlijke voorbeelden van. Het zij ten koste van toekomstige generaties. En voor die toekomstige generaties, die kunnen zich niet verweren. Maar die komen wel, en dat zijn dus onze kleinkinderen. Dat zijn wel degenen die door ons gedrag opgezadeld worden met die problemen. De fundamenten van Ramzi Nasser. Ontzettend bedankt dat je hier was. Bedankt voor je betoog en voor een heel mooi boek. Dank. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.